laten ze even zien hoe blij je bent. Weet je wel, zo blij zijn we. Want we zijn gewoon heerlijk uit vandaag. Nou, weet u, ik heb de hele ochtend een beetje de keuze gemaakt om een verhaal te vertellen over, hoe ik uw bekende Nederlander ben geworden. Ja, u kunt niet meer buiten mij, hè? Nee, hè? Nee, dan moet u zeggen, nee! Nou, ik ga het nog eens vragen. U kunt niet meer buiten mij, hè? Nee! Goed zo, nou, kijk, het gaat gewoon lekker, man. Zo word je wel bekend, hè? Als je dat ontmoet. Zo je dat goed was, nou? Nou, maar kijk, ik... ik ben eigenlijk altijd al aan het zingen en acteren geweest. Mijn hele bestaan, dat kleine bestaantje van me in Suriname, dat hield eigenlijk dat ook al in. En dat mocht niet van mijn ouders. Mijn vader met name, die zei, je haalt de naam van de familie door het slijk. En dan zal ik u vertellen wanneer hij dat zei. Dan was ik naar de zondagschool geweest. Ik was zondagschooljuffrouw. Ja, ik ben van de Evangelische Broedergemeente. De Evangelische Broedergemeente is van de Hernutters. Nou ja, en dan was ik ook zondagschooljuffrouw. En die shows om te zingen, bij zo'n show, dat begon 's middags om een uur of, zeg maar, twee uur 's middags. En dan reisde ik, want ik was zondagschooljuffrouw, dan reisde ik naar Thalia, onze enige centrum die we hadden. En nog steeds hebben. We hebben geen andere gekregen in al die jaren. Dan rees ik daar naartoe. En dan zei ik, jongens, ik ben er. Mag ik zingen? En dan zong ik. Maar er waren natuurlijk jonge jongens die bij mijn vader werkten. Mijn vader werkte bij de LBB. Hij was daar kapitein op de binnenvaart. Dus die jongens, die zeiden dan de volgende maandag, als mijn vader aan het werk kwam, dan zeiden ze tegen mijn vader, Bas Haverton, dat kind van je kan zingen, man. En mijn vader op spits. Hoezo? Wanneer? Gisteren, zondag, in Thalia. Nou, dan kwam mijn vader thuis en hij reed op een fiets. Een herenfiets. Met handremmen. Kent u die fietsen nog? Met handremmen. Nou, als mijn vader aankwam en je hoorde voor de deur, weet je wel? Dan wist je, verzwaaid wat. Voor wie? Voor wie? En het was meestal Gerda. Ik was de oudste van het gezin, het moest het goede voorbeeld geven. En dat had ik dus nooit gegeven. Dus het was niet het was niet het juiste, het was niet heerlijk. Dan kwam hij en dan zei hij, die jongens hebben me verteld, u kent dat wel. Je haalt de naam van de familie door het slijk.